De bestraatte inrit van hospice De Horizon is vandaag opgeleverd. Een hospice is een instelling die zich in terminale zorg heeft gespecialiseerd. Ongeneeslijk zieke mensen kunnen hier tot hun dood worden verzorgd. Het bestraten van de inrit is mogelijk gemaakt door de stichting Fernandes Group Social Foundation, die een donatie van 15.000 SRD heeft gedaan. Na de oplevering van het werk hebben de aanwezigen een rondleiding gehad. De Horizon is de eerste en enige instelling in Suriname waar ernstig zieke mensen voor wie geen genezing meer mogelijk is, de laatste fase van hun leven kunnen doorbrengen. Carmen Rijsdijk, coördinator van het hospice, zegt dat de instelling veiligheid en comfortzorg biedt aan terminaal zieke mensen. In hospice De Horizon komt u niet om dood te gaan, maar om waardig te sterven. En aandachtspunten als veiligheid, comfort, comfortzorg, dat is wat wij belangrijk vinden. Onze bewogen vrijwilligers en een team van professionals, waarin artsen, een psycholoog, een pijnbestrijder, de anesthesist, een geestelijk verzorger, die zitten allemaal in het team van professionals. En die bieden allemaal samen met ons vrijwilligers die palliatief terminale zorg. Aida Sloten, vertegenwoordiger van Stichting Fernandes Group Social Foundation, benadrukt dat de donatie aan het hospice het eerste project is dat de stichting heeft gedaan in de gezondheidszorg. En het was dan ook niet direct het makkelijkste project, want ja, iets als palliatieve zorg is een gevoelig onderwerp en het is een beetje een taboe onderwerp. Maar dat wil niet zeggen dat er niet over gesproken kan worden en dat er geen noodzaak voor is. Dus wij hebben het hospice De Horizon ondersteund, omdat wij ook vinden dat het heel erg belangrijk is voor patiënten, terminale patiënten in hun laatste fase van hun leven, dat ze op een comfortabele en een waardige manier, op een rustige manier hun einde tegemoet kunnen gaan. En we zijn heel erg dankbaar naar het diaconessenhuis toe en ook heel erg blij om te zien dat het diaconessenhuis met hulp van donateurs dit hospice heeft kunnen realiseren. We hopen dat het niet hierbij blijft. We weten dat er behoefte is aan meer. Dit is natuurlijk een begin voor Suriname. En we hopen met name dat andere organisaties, particuliere instanties, wie dan ook een gift zullen doen aan niet alleen het hospice De Horizon, maar allerlei andere vormen van palliatieve zorg die in Suriname ontwikkeld moeten worden. Zodat het een begrip wordt en dat het niet langer een taboe hoeft te zijn. Dat was Aida Sloten, vertegenwoordiger van Stichting Fernandes Group Social Foundation. Ze sprak na de oplevering van de bestratingswerkzaamheden die zijn verricht aan de inrit van hospice De Horizon. De instelling staat naast het diaconessenhuis.